Enid Brigitta is de eerste zwarte vrouw in Nederland waar een standbeeld van komt. Ze is oud zwemkampioen en heeft in de jaren 70 verschillende Olympische prijzen gewonnen. De nu 65-jarige Brigitta heeft een Antilliaanse vader en een Nederlandse moeder. Trots is ze dat ze de eerste Caribische vrouw in Nederland is waar een standbeeld van komt. Ik vind het gewoon geweldig dat het gaat komen. Ook omdat ik gewoon nu nog in leven ben en dat ik dat meemaak. Ik vind het echt heel gaaf en ja, echt te gek. Initiatiefnemer voor het beeld is acteur en programmamaker Mohershi, die een crowdfundactie op poten zette. Als het even kan, moet het beeld van de topzwemster hier komen in Almere, bij de esplanade met uitzicht op het weerwater. Ze heeft hier jarenlang gewoond in Almere en ze heeft ook heel veel mensen hier zwemles gegeven. Ze is een boegbeeld voor Almere en ze is echt een uniek persoon die een enorme bijdrage heeft geleverd aan onze maatschappij hier in Almere. Maar ook natuurlijk in Curaçao en eigenlijk ze is ook een boegbeeld voor de rest van de wereld, want ze blijft altijd de eerste persoon van kleur die een Olympische medaille won voor het onderdeel zwemmen. En daar kunnen mensen, kleine kinderen, ouders, die kunnen daar tegenop kijken om ja, uiteindelijk Enid Brigitta eervol te kunnen zien shinen via een standbeeld straks voor eeuwig. Maar het heeft lang geduurd voordat Enid deze erkenning kreeg. In de jaren 70 moest ze op de 100 en 200 meter vrij opboksen tegen het geweld van de Oost-Duitse zwemsters. In weemoed kijkt ze naar de beelden van de Olympische Spelen in 1976 in Montreal. De jonge Enid kwam op de derde plaats terecht. En de Oost-Duitse zwemsters uit de DDR gingen er met goud en zilver vandoor. Ze hadden doping gebruikt, werd gezegd. In 1997 werd dus bekendgemaakt dat die Oost-Duitse zwemsters doping hadden gebruikt. En wat men al jaren vermoedde, maar dat kwam dus uit toen. Dus ja, en dat blijkt voor mij en ook heel veel andere topsporters en zwemsters ook de dupe waren van dopingschandalen met de DDR. Voor Enid zijn de twee bronzen medailles daarom twee gouden kampioensplakettes. Mo vindt dat we onze helden zoals Enid Brigitta in ere moeten herstellen. Ik vind het zo raar dat we zulke personen vergeten. Want ja, Johan Cruijff kennen we dan wel. Ze hebben zelfs in Amsterdam hebben ze een standbeeld voor Dikkertje Dap. En wij hebben hier een iconisch persoon die zo'n grote bijdrage heeft geleverd voor onze geschiedenis. Ja, ik denk dat we daar gewoon eigenlijk meteen patsboom gewoon een standbeeld voor moeten laten maken. Patrick Meesas, Curaçaose kunstenaar in Almere, gaat het standbeeld maken. Maar ho, het beeld mogen we nog niet zien. Ik heb al een kleine studie gemaakt van haar, dus ik weet al wat ik ga doen. Nou, vertel. Dat kan ik nog niet helemaal in details vertellen. Het wordt wel, ik kan wel zeggen, het wordt een actiebeeld. Het wordt niet een standbeeld, zoals er, weet je, bij de kroon, dat ze gewoon zo staat. Zie je de duiken in het water? Of misschien uit het water. Het wordt echt een actiebeeld. Waar het standbeeld precies komt te staan, is nog niet duidelijk. Mohershi gaat nog in gesprek met de gemeente Almere. Hij had een week voor het eind van de crowdfundactie al meer dan 13.000 euro binnen en gaat nu voor de 20.000. Hoe dan ook, Enid Brigitta is trots en blij met de actie. Ja, met de Masha contento, met de stima toerende, met de Masha orgioso, DJ. Ja.